Ratten. Veel mensen griezelen ervan, maar sommigen vinden ze het ideale huisdier. Zij kunnen zondagmiddag van 12 tot 4 in de veldschuur in Malden hun hart ophalen en rattenopvangers steunen op de dag van de rattenopvang. Waarom is er een speciale dag voor rattenopvangen? We willen graag de rattenopvangen steunen die fantastisch werk doen. Het gaat altijd om particulieren die hun huis openstellen voor tientallen ontheemde en gedumpte ratjes. En er komt een hele hoop bij kijken. Iedere week moeten al die kooien schoongemaakt worden. Er komen altijd mensen over de vloer. En er komen een hoop kosten bij kijken. Niet alleen voor voer, bodembedekking, dat soort dingen. Maar ook voor dierenartskosten. Ratten hebben heel veel aandoeningen. Tumoren, ontstekingen, abscessen en dat soort dingen. En dat loopt in de honderden euro's per maand. Terwijl die opvang in feite niet echt een inkomen hebben. Dus graag willen we op deze manier geld inzamelen. Door de standhuur en ook door de donaties. Die gaan we onderverdelen onder de drie ratten opvangen. En ook willen we dat mensen eens een keer denken aan een rattenopvang als ze een nieuwe rat willen hebben. In de dierenwinkel zitten alleen maar ratjes van broodfokkers. Die je stimuleert om door te gaan met het fokken van ratjes die misschien wel helemaal niet uitgekozen worden in de winkel. En die arme beestjes worden dan onschuldig als ze zijn gevoerd aan slangen. En dat wil je zo'n beestje dit toch niet aandoen eigenlijk. Waar precies en voor welke prijs kunnen geïnteresseerden het evenement bijwonen? De dag van de rattenopvang vindt zondag 23 april plaats in Malden in het LACO sportcomplex dat lokaal bekend staat als de Veldschuur. Daar hebben we een balletzaal waar de markt in plaats zal vinden en gedurende het midden van het event als het ware hebben we lezingen van een topdierenarts. Er zijn maar twee dierenartsen in Nederland die verstand hebben van ratten en een daarvan komt dus bij ons praten over veel voorkomende aandoeningen. En iemand komt vertellen over een dieet voor ratten. Mensen kunnen de dag zelf bij de deur een kaartje kopen, kost 4 euro. De opbrengst daarvan gaat geheel naar de opvanger. Dus we nodigen iedere dierenvriend eigenlijk uit om te komen en zijn steun te betuigen op die manier.